Wat up mensen van Yule, welkom bij deze nieuwe video en deze keer is kanaal beoordelen, hashtag nummer 4. Zoals ik ook een beetje wil doen is een beetje de reacties checken wat mensen erop zeggen. Hey, kijk Droeftoeters, hey die ken ik. Nou, what up, hey Mike Design, hey Devin, wat cool, ja. Dankjewel voor de positieve comments en dan gaan we nu gewoon lekker beginnen. Bij het eerste kanaal aangekomen hebben we Adieltje. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Alleen jouw banner logo ziet er helemaal top uit. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt. Ik vind dat echt sick met dit erbij. Een soort stroke van verf. En een paar plusjes en zo. Dat maakt gewoon de banner een beetje af inderdaad. Hier je Instagram erbij. Abonneer en Instagram. Nice. Heel goed gedaan. Logo past er ook gewoon bij. Ik weet niet. Het heeft wel een ander gezichtje. Maakt niet heel veel uit. Maar ziet er leuk uit. Je hebt ook een indeling zie ik. Gewoon hier uploads. Sketches, animaties. Oh, je maakt sketches. Oh, dat is vet, man. Yo, mensen. Dit is Adieltje. Comedy Distract Animaties. Abonneer om niks te missen. Informatie. Ik upload. Distracts over YouTubers. Leuke animaties en sketches. En livestreams met mijn kijkers. Ik upload ongeveer 2 keer per week. Dus als je niks wilt missen, abonneer. En klik op het belletje ernaast. Samenwerking, contact. Dit ziet er goed uit. Je hebt er gewoon wat ingezet. Helemaal top. Je laat ook gewoon weten wat je doet. Niet dat het onduidelijk is met je naam en... Kijk maar gewoon rond. Het is goed gedaan. Het ziet er goed uit. Thumbnails. Helemaal perfect. Dat rommelige, dat is gewoon goed. Als je het goed uitvoert, dan ziet het er gewoon goed uit. En zoals ik zie, je uploadt gewoon echt consistent. Met 100 weergaven per video. Nou, helemaal top. We gaan even een video kijken. Hey, hallo daar en welkom dan weer bij deze nieuwe uitzending van Adieltje Nieuws. Vandaag iets heel bijzonders, een jongeman, genaamd Adieltje, is namelijk YouTube verslaafd. We gaan een hele diepgaande interview met hem houden over deze gevoelige onderwerp, dus blijf zeker kijken. Dus Adieltje, hoe ben jij erachter gekomen dat jij deze verslaving had? Adieltje, denk jij dat deze verslaving ooit nog gaat stoppen? Hou je bek even, ik hoor het filmpje niet. Nou, we hebben de interview afgerond. We hebben op vele vragen hele goede antwoorden gekregen. Als jullie vaker Adieltje Nieuws willen zien, laat dat dan even achter. Dan zie ik u de volgende keer bij een nieuwe aflevering en wens ik u nog een fijne dag tegemoet. Dit ziet er echt heel sick uit, man. Ik vind dat je het echt mooi gedaan hebt. Hoe je het in elkaar geflanst hebt en alles. Zoals ik nu kan zien, kan je helemaal niks aanpassen van wat je doet. Je doet het gewoon allemaal goed. Je krijgt weergave, je krijgt likes, je krijgt alles. Banner logo ziet er goed uit. Thumbnails zien er goed uit. Je maakt gewoon leuke video's. En hiervoor ga ik ook gewoon abonneren. Ik abonneer op je, omdat ik best wel geïnteresseerd ben in animaties en hoe het eruit ziet en wat je allemaal doet. Dus daarvoor abonneer ik. Ik geef je kanaal een 9. Gewoon omdat ik verder niks zie om aan te passen. Op naar het volgende kanaal. Bij het volgende kanaal aangekomen hebben we Adnaantje. Gewoon gek, je weet zelf. Follow me. Allereerst je banner logo. Je banner is iets wat te druk. Als je hier een witte lijn van maakt. Net zoals wat je hier gedaan hebt. Dan heb je wat meer. Dan zie je meer je banner vooruit komen. Nu loopt het een beetje in de achtergrond op. Je hebt ook gewoon een indeling. Logo, dat is gewoon deze. Dat is gewoon goed. Bij de overstaat. Hey waar mensen, welkom op mijn kanaal. Ik ben Adnan. 11 jaar. Ik maak elke week video's. Games, vlogs, gekke shit. En meer. Mensen, ik heb ook een ander kanaal, Adnantje, maar ik heb 2 strikes op dat kanaal en ik kan nog een 3e krijgen. Dan is mijn kanaal weg, dus dit is waarom ik dit kanaal heb. Dus check zeker mijn video's en geniet van de kanaal. Bij de 500 subs iets heel geks. Allereerst zie ik een paar spelfouten, het is niet heel erg. Maakt niet heel erg uit, je bent 11 jaar, dus probeer die eventjes aan te passen. En dan is ook gewoon je beschrijving ook goed. Je hebt thumbnails, zien er heel goed rommelig uit. Probeer wel nog een beetje een huisstijl te hebben. Bij het vorige kanaal zag je dat hij een huisstijl had. Probeer gewoon een beetje de huisstijl ook te creëren voor je eigen kanaal. Dan zijn je thumbnails ook gewoon top. En dan gaan we nu een video kijken. Ja. Zeg, alleen maar als ik het slecht heb. Dus hou goed vast. Zit weer bij me. Je laat het vast. En niet hun filmen. Dit. Dat kan. Als ik hier aan het doen. Dus daarom heb ik dit kanaal gemaakt. Misschien kan die Adnantje mijn oud kanaal wel gestrakt worden. Dus ja, daarom heb ik dit kanaal. En op dit kanaal kunnen jullie games, vlogs, sketches.
feestjes en prank zien. Oh my god. Ik zie dat je editstijl hebt, dat is hartstikke leuk. Je stopt er ook een paar memes tussen. Helemaal top, dat vind ik helemaal geweldig. Alleen zou ik wel eventjes aanpassen dat je hier meet met KineMaster. Als je dat gewoon weg kan werken, misschien met een ander editprogramma. Voor mij zijn er ook gratis opties waar je dat niet hebt. Dan is het helemaal top, je edit gewoon je video's goed. Dat zie ik graag, want sommige mensen denken van... We gooien het gewoon een edit erop, het zal wel. Wat ik wel zou aanpassen is dat wat je in het begin zegt hier, probeer dat in een aparte video te doen. Zodat je een soort kanaaltrailer hebt en dan weten mensen wat ze kunnen gaan verwachten. Probeer dat niet in de video zelf te doen, want dan hebben ze waarschijnlijk de intro al gezien. En dan krijgen ze dat nog een keer, dus hebben ze het dubbel op. Dus als ik jouw kanaal een cijfer zou mogen geven, zou ik hem een 7 geven. Gewoon je banner eventjes aanpassen met dat witte strookje bij over een paar spelfouten. En probeer even een kanaal trailer soort te maken. En dan voor de rest, ja, het ziet er gewoon leuk uit. Als ik jou was, zou ik gewoon zo doorgaan. En dan, dan krijg je die 100 abonnees zo snel mogelijk natuurlijk. Nou mensen, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering van Kanalen Beoordelen. En ik hoop dat je ook eventjes een like achterlaat. Als je wil meedoen in de volgende aflevering, laat dat zeker eventjes achter. Dan ga ik je op het lijstje schrijven. Ik schrijf iedereen op het lijstje die een comment achterlaat. Laat het zeker even weten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dan zeg ik, houdoe.